van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met vandaag één gast. En dat is Pieter van den Burg, fractievoorzitter van de PVDB. Pieter, van harte welkom. Voordat we zo dadelijk het gesprek ingaan, we zouden nog een gast hebben. Dat zou Laurens Verspuy zijn, de wethouder financiën van de gemeente Tiel. Om het een en ander toe te lichten naar aanleiding van wat er eerder deze week is bekend geworden. De financiële tekorten op het sociale domein. Had in eerste instantie toegezegd, maar later leek het hem toch wijs om niet te komen, althans op een later tijdstip, als het een en ander beter in kaart was gebracht. Dat is jammer, maar goed, dat is niet anders zijn keuze. Op een later tijdstip zal hij dus alsnog in het koetshuis komen. Waarvan akte, Pieter, miljoenen tekort. Vertel. Ja, er is geconstateerd, en dat was de uitspraak van de heer Verspuy, dat er bij het sociaal domein, bij de transitie, een miljoenentekort is geconstateerd en dat er dus ook nog oude rekeningen zijn binnengekomen, 2015 zelfs, waar men geen rekening mee had gehouden. En dat het tekort wel gaat oplopen naar rond de 4 miljoen. Want er zat ook nog 2 miljoen zat er in kas om dit tekort op te vangen. Dat is in feite al. Dat is bijna niet te begrijpen, hè? Kun je eigenlijk praten over structureel. Ik bedoel, de kosten zullen niet snel minder worden. Nee. Even een vraag, ook voor mensen thuis. Sociaal domein, dat klinkt natuurlijk mooi, maar dat is nog een beetje ver van mijn bedshow. Maar waar praten we over? Nou, dan praat je over een heleboel terreinen. Dat eerst door het Rijk en de provincie werd bekostigd. En men heeft 3 jaar geleden gezegd van wij gaan dat en dat overhevelen. Dat noemen ze dan de transitie naar de gemeentes. En dat de gemeentes daar financieel voor aansprakelijk worden en rekeningen dienen te betalen. Roeps wat? Dat betekent ook, dat is ook jeugdzorg zit erin, WMO. En allerlei andere zaken. Hoezo, als het gaat om zorg? Ja, alles wat om zorg gaat. En daarin zijn ook weer verschillende aanbieders waarin de gemeente dan een contract mee sluit. Maar er zit ook een fikse bezuiniging zit daarbij, wat wij dus moeten gaan halen. En wij zien dus ook, en dat is ook een soort landelijk, want de VNG is er nu ook mee bezig. VNG dat is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dat zijn Nederlandse gemeenten. En daar is dus ook het signaal al binnengekomen dat meer gemeenten met dit probleem kampen. En dat ze dus daarin ook in gesprek willen via de VNG met het kabinet. Is het nou zo dat het Rijk, hè, de landelijke overheid, een straatje, een stoepje heeft schoongeveegd en het over heeft geheveld naar gemeenten met het verhaal van nou zoek het eigenlijk maar uit? Nou, daar lijkt het. Is dat te kort door de bocht? Dat is te kort door de bocht, maar daar lijkt het wel op natuurlijk. En dat zeggen alle oppositiepartijen. Hè? Maar die transitie is veel te omvangrijk. Wij vonden dat ook, dat moest allemaal in één keer gebeuren. Dus dat is heel schoksgewijs is dat gegaan. Dan zie je ook dat rekeningen veel later binnenkomen, omdat er grote instanties, en dan praat je over doktoren, maar ook over jeugdzorg, wat een aparte kanaal heeft, dat die vrij laat en dan aan het eind van het jaar pas hun rekening opmaken. En dan loop je achter de feiten aan. Wij hebben toen in dat tijd ook als partij de raad voorgedragen of voorgesteld om een motie aan te nemen van nou, wij willen goed gemonitord worden, ook ten opzichte van die financiële stromen. Die is aangenomen? Die is aangenomen, raadsbreed, ook door de coalitiepartijen. En dan zie je toch dat je daar te weinig of geen vinger op kunt leggen. En wij hebben nu gevraagd van jongens, laten we even pas op de plaats, want er is, wij wilden eigenlijk, want er was nu bij de schuldhulpverlening was er een tekort. En wij wilden eigenlijk, omdat die tekorten niet zouden oplopen, wilden we daar meer geld voor uitgeven om juist ook preventief daarin te gaan. En dat was het scenario 1 en scenario 2 waar het over ging. Wij kunnen scenario 2 niet uitvoeren. Dat ging ik dag iets over 275.000 euro. En nou, dat vinden we wel jammer, omdat al het geld op is. Nu hebben wij het college gevraagd om een aparte raadsbijeenkomst, dus niet een vergadering, maar een raadsbijeenkomst. Dat is naar mijn weten nog nooit gebeurd. Maar dat kun je eigenlijk een beetje vergelijken met een soort parlementaire enquêtecommissie, waarin we als raad gaan vragen, wat is er gebeurd? Daar zullen ook ambtenaren bij gaan zitten. En wij willen nu eigenlijk de onderste steen is boven van, waar is het in procesmatig misgegaan. Ja. Maar ja, het is toch te kort door de bocht om te zeggen oké, in december hadden we nog centjes in onze broekzak zitten.
over de 2 miljoen. En we zitten nu 4 maanden later ineens hebben we tekort en flink ook. In die tussentijd moet toch het een en ander duidelijk zijn geweest. Dat komt toch niet als donderslag bij heldere hemel ineens? Nou, daar kan ik geen uitspraak over doen. Vandaar ook die raadsbijeenkomsten. En ik denk dat het ook dan ook zinvol is dat de heer Verspuy zelf ook eerst dat onderzoek wil afwachten. Omdat de heer Verspuy zelf of het college daar ook mee geconfronteerd is plotseling. Want men was toch wel voornemens zo van we gaan het wel halen. Je kunt daar op verschillende manieren naar kijken en je kunt daar verschillende scenario's op loslaten van heeft het ambtelijk apparaat zitten te falen, zijn er wethouders die hebben gezegd van ja dit of dat, wij weten het niet en dat willen we eigenlijk weten. Maar het kan ook zijn dat juist die instanties, want het is ook een landelijk probleem, hè, bij meerdere gemeenten niet in Tiel. Dus wat is er in die stroomlijnen van geld en van declaratiegedrag is daar misgegaan? Want we praten natuurlijk ook over hele logge organen, zoals ziekenhuizen, zoals mensen die, het zijn wel ook de kwetsbare mensen in de samenleving. Dus ik ben aan de ene kant blij dat het geld misschien wel uitgegeven is voor die doelgroep en dat er hulp is geboden. Maar wij komen er niet mee uit. En dat zullen we ook in Den Haag moeten gaan vertellen. Nou, daar is ook, de Raad heeft nu ook gezegd van we willen daar ook een brandbrief over schrijven. Dat wordt door Tom Zuidema voorgesteld. Daar gaan wij dus ook mee aan de gang als Raad. Dus en dan gaat de gemeente Tiel een brief sturen naar Den Haag. We redden het niet. Ja. Willen jullie hier wat aan gaan doen? Ja, ja. En dat zal ook naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten gaan. Ook een soort brandbrief. En om toch het kabinet te zeggen van ja, wij gaan het niet met die transitie, met de hoeveelheid geld wat er nu voor ligt. Maar wat betekent dit nou even concreet, hè, voor inwoners van Tiel? Nou, dat er zaken niet meer plaats kunnen vinden? Of hoe gaat dat lopen? Nou, dat is een hele nare bijeenkomstigheid. We hebben nu in mei hebben we de perspectievennota voor ons staan. Dan moet je een keuze maken of we wel of niet een nieuw zwembad willen. Daar staat ook bijvoorbeeld een veld voor Tiolen, wat aan vervanging toe is. Dat is eigenlijk nieuwe uitgaven, die kunnen gewoon niet. Want nu niet. Want we hebben gewoon de portemonnee is leeg. En in dat kader gezien is er natuurlijk de laatste periode best wel wat geld uitgegeven. Met de kennis van nu, was dat dan ook gebeurd? Ja, dat is allemaal heel voorbarig om te zeggen. En dat zijn speculaties wat ik ook niet weet. En daarom hebben wij die raadsbijeenkomst om daar gewoon het college, maar ook ambtenaren over te bevragen. Van nou ja, waar zitten de manco's? Ja, de onrust binnen Tiel is al best groot. Wordt alleen nog maar erger, denk ik, als de omvang van het totale probleem echt zichtbaar wordt. Nou ja, het is eigenlijk het failliet van de stad. Nee, het is niet het failliet van de stad, want we hebben daar ook extra geld voor gekregen, maar in feite blijkt dat dus niet genoeg. Nee, maar als je structureel zoveel miljoenen tekort gaat komen. Nou, wij weten niet of het structureel is. En dat is ook het onderdeel van kunnen we daar de vinger op leggen dat we dingen anders gaan stroomlijnen. Mm-hmm. Want je wil het toch in de toekomst. Dit is de eerste keer dat dit zo gebeurt, maar het gaat dus nu wel over 2-3 jaar dat dit de uitkomst is. Ja. En, dus dat er alsnog geld komt vanuit Den Haag om dat recht te trekken? Dat zou voor ons een ontzettend helpen, ook om onze boekhouding in ieder geval op orde te krijgen. Maar het gaat er ook om dat de geldstromen en de besluitsbevoegdheden en declaratiegedrag, dat in beeld komt en dat je dat kunt managen als gemeente. En wij hebben nu de indruk dat onvoldoende is. Die begroting van vorig jaar, er was best wel gedoe om die uiteindelijk vast te stellen, hè, met de accountant. Had dat ook hiermee te maken? Gedeeltelijk. Omdat men daar wat passage, en dat heeft ook met nieuwe wetgeving te maken van wat de accountants. Hoe dat precies zit, dat moet u eigenlijk Nathan Graans voor zijn. Die is voorzitter van die werkgroep geweest die dat heeft begeleid. Die accountant die keurde die jaarrekening dus niet goed. Was dat al een teken aan de wand? Nee, want het ging ook over andere dingen. Ja, dus dat dan is komt dat uit een besloten gedeelte, hè? Dus het is moeilijk om over te praten. Het heeft met meerdere factoren te maken waarom dat de accountant, dat kan zijn dat ze te laat begonnen zijn. We hebben nu een tijdelijk nieuwe accountant. Het gaat er ook over dat we nu samen gaan werken met, ik dacht, Geldermalsen en andere gemeenten om gezamenlijk een accountant in te kopen. Landelijk liepen accountants ook achter met hun verklaringen.
Dus het is, dat is ook weer dus niet alleen een exclusief Tielse probleem. En dat heeft natuurlijk ook met die transitie te maken, maar ook een aantal zaken die dus ook wetmatig op een andere manier geregeld moeten worden. Dat kan zijn een risicopassage voor, ik noem maar iets, onroerend goed en dergelijke. Oké. Okay. Het is een zeer interessante tijd als we politiek het een en ander beschouwen in het Tielse. Als we even met een helikopterview kijken naar de afgelopen periode. Hè? Hoe zie jij dat zelf? En dat doel ik eigenlijk op. Er is van alles georganiseerd in de stad. Dat is op zich ook prima. Van allerlei projecten zijn in gang gezet. Met de kennis van nu. Was pas op de plaats beter geweest of niet? Wij hebben, maar dan praat ik gewoon vanuit een soort oppositiewens. Dat wij altijd hebben gevonden dat er te veel geld, iets te veel geld. Laat ik het anders insteken. Er moest hier in Tiel iets aan een heleboel situaties gebeuren. Dat betekent dat er beter onderwijs, betere faciliteiten voor moesten komen. We moesten een keuze maken of we wel of niet een parkeergarage in de binnenstad wilden hebben. Ook om de Schouwburg Agnietov beter te faciliteren. Maar ook om te kijken van nou, wat kunnen we op cultureel gebied met de Plantage en de bibliotheek daarin. Dus daar zijn 5 jaar geleden zijn daar plannen voor gemaakt. Daar is geld voor gereserveerd. Er is ook een hele gebeurtenis geweest dat we een aantal diensten bij elkaar hebben gebracht in het stadhuis. Dat loopt allemaal nu. Binnenkort wordt ook het prachtige gebouw geopend, Westluiderse Poort. En dergelijke. We zijn met een poortenvisie bezig. Ja, gemeentehuis is verbouwd, ga je zo maar doen. Ja. Maar bijvoorbeeld een keuze, hè, die heeft die raad nooit gehad in de zin van, wat wilt u? Wilt u een nieuw zwembad of wilt u dat, bijvoorbeeld het gemeentehuis verbouwd wordt? Ja, dat, zo zwart-wit is die keuze nooit geweest. Nee, dat speelde toen nog niet, maar wij hadden toen altijd wel in de gedachte van, als wij aan de linkerkant van alles gaan uitgeven, hè, en is het dan wel zo nodig om daar nog eens extra 2 miljoen bij te geven? Ja, zoals dat met de school is gebeurd. Dan denken wij van ja, dan heb je op een gegeven moment ook voor nieuw beleid heb je eigenlijk geen keuzes meer. Want dan ga in feite het zwembad daar het kind van de rekening worden. En dat hebben wij als oppositie ook altijd gezegd. Maar wij kregen daar geen meerderheid voor. En nu zit je toch in de situatie. Want je kunt zelfs ook deze klappers, die dus nu met het sociaal domein... Nee, maar extra, het was al moeilijk. Ja, het was al moeilijk en nu wordt het nog moeilijker. Dus in feite is onze portemonnee leeg, ja. Hoe gaat het verder? Wat consequenties kun je hieraan verbinden? Of is dat nog te vroeg? Ik vind dat nog te vroeg, want anders heeft zo'n raadsbijeenkomst gezin. Want ik weet namelijk niet waar het aan ligt. En ik denk dat elk raadslid wat gewoon bij een soort gezond verstand is, ook niet weet waar het nu precies aan ligt. En daarin, want die processen zijn ook heel moeilijk doorzichtig. En we proberen daarin natuurlijk de onderste steen boven te krijgen. En dan kun je op een gegeven moment zeggen van ja, daar en daar is het misgegaan. En is het ook verwijtbaar? Ja. En ik kan niet zeggen of het op dit moment verwijtbaar is. Ik denk dat het college dit op dit moment ook niet kan zeggen. Nee, en je kunt ervan uitgaan dat die gelden die opgesoupeerd zijn ook echt nodig zijn geweest om mensen de zorg te geven die ze hebben gehad. Ja, ja, en... Maar het gaat ook om het proces, Pieter, hè? Ja, het gaat, wij gaan dat natuurlijk ook, daar zitten wij ook voor, om juist die processen in de gaten te houden als raadslid. En de uitvoering die ligt natuurlijk bij de ambtenaren en daar zijn de wethouders verantwoordelijk voor. Als je nou zo'n vergadering hebt meegemaakt, ben je dan niet eigenlijk ontzettend boos? Ik was meer teleurgesteld van, jongens, waar gaat dit naartoe? En hoe groot is de schade? En wat betekent het ook voor het aankomend jaar? We gaan volgend jaar weer naar de verkiezingen toe. Wat heeft het voor zin om überhaupt dan mensen voor te houden voor worsten? Want dat doe je altijd in de verkiezingstijd. Terwijl er helemaal geen geld is. Nee. De kas is leeg. Ja, maar zo buiten dit verhaal om, was die kas al eigenlijk leeg. Dus waar kun je op inzetten? Nou, er was ook altijd wel een bepaalde ruimte. Daar wordt ook wel rekening mee gehouden. Maar je hebt nu ook in Den Haag gezien dat de financiële... Het gaat een stuk beter, hè, economisch. En dat er ook, ja, maar dat is logisch als er zo het straatje wordt... Nee. Maar ook met bedrijfsleven en dergelijke. Er wordt fors geïnvesteerd. Dat staat los van het sociale domein. Mm-hmm. Alleen er is niet zoveel geld als men denkt. Dus we moeten toch nog even
toch even de broekriem, denk ik, aanhalen. En dat zal ook nog een hele grote invloed hebben op de verkiezingen die aankomende jaar hier in de gemeente Tiel zullen plaatsvinden. Ja, in die zin is het een spannende tijd, hè? Want laten we maar zeggen, de stellingen worden binnen elke partij wordt nu zo'n beetje ingenomen. Van de zomer wordt duidelijk wie op welke plaats staat en zich kandideert voor bijvoorbeeld de wethouderschap. Hoe zit dat bij de PvdB? Ja, wij zijn in feite daar ook al aan het denken. We hebben een soort werkgroep, dat heet de PvdB Future. En daar zijn wij aan het nadenken van wat willen wij, wat zullen de speerpunten voor ons zijn. En hoe zit het veld in elkaar ten opzichte politiek, welke politieke partijen gaan er mee doen. Want er is nogal landelijk iets aan het veranderen. Heeft dat ook invloed voor het plaatselijke? Dat weten we ook niet. Daar gaan we naar kijken. Doe jij dan ook bijvoorbeeld dat Wilders aangegeven heeft om te kijken of het mogelijk is dat er een Tielse PVV komt? Ja, dat is niet ondenkbaar. Nou, zo zitten we ook met Denk. We hebben hier een hele grote Turkse gemeenschap. Gaat Denk, en er is ook iemand die in Denk vanuit Tiel hoog op de lijst staat landelijk. Maar blijft Denk een landelijk fenomeen of gaan ze ook plaatselijk iets betekenen? Maar dat is ook met meneer Baudet. Die dus, ik weet niet precies hoe zijn partij heet, maar dat... Maar de Forum voor Democratie. Forum voor Democratie, ja. Maar daar komt ook iemand uit Tiel, mevrouw De Groot, die heeft gezegd van nou, het zou misschien toch wel eens denkbaar kunnen zijn dat wij hier in Tiel ook iets willen gaan doen. Ja, ze heeft zelf aangegeven om daar geen... Om zelf niet in de raad te gaan zitten bijvoorbeeld. Nee, maar alle wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dus wat vandaag werkelijkheid is, kan morgen gewoon heel anders liggen. Want, dat is waar. En dat is met al die partijen. Niks zo dynamisch als de politiek. Juist. Hey, onlangs hadden wij Robert van Galen en Lisbeth van Galen-Malsen-Roters in het programma. En die riep eigenlijk op als OD16 zijnde. Wat weer een afsplitsing is, twee raadsleden van D66. Om eens te kijken of al die lokale partijen tot elkaar kunnen komen tot één partij. En hij riep eigenlijk min of meer op om eens te gaan praten. Jij als grootste oppositieleider zou daar het voortouw dan in moeten nemen. Vinden die gesprekken plaats? Nou, ik heb die uitzending gezien. En eigenlijk leg u het meer bij hem in de mond als dat hij dat zelf verklaart. Ik moet u wel zeggen dat... Het zou niet meer dan logisch zijn toch? Het is niet meer als logisch als... Ik ben tegen versnipperingen in de politiek. Ik ben wel voor dat heel veel mensen zich met een democratie, hè, zoals Nederland, en daarin een soort invloed in hebben. En dat kan zowel op stemmen zijn, maar dat kan ook door middel van besturen. Want het is onze maatschappij. En daar hoor je ook iets van te vinden en iets mee te doen. Alleen de grote hoeveelheid versnipperheid maakt het ook wel heel moeilijk om te besturen. Dus ik vind ook dat een stad bestuurd moet kunnen worden. En dan denk ik ook dat we hebben nu 3 plaatselijke partijen. Zou er nog eens 3 bij komen, dan zitten we aan de 13, 14 partijen hier in Tiel. Terwijl we een inwonersaantal hebben van 44.000. Ik vind dat gewoon eigenlijk een beetje veel te veel. En dan is het ook maar de vraag van ga dingen ook niet polariseren. Dat iedere doelgroep dan maar gaat lopen eisen wat ze dus allemaal willen. Terwijl ik vind ook dat politiek is ook een soort vak van consensus. Oftewel, ga je die handschoen opnemen? Wij zijn in gesprek met een aantal mensen zoals wij al 3 jaar met een aantal mensen in gesprek zijn en met een aantal partijen. Maar dat was je dus niet blijkbaar met OD16? Daar hebben wij ook mee gesproken. Dus, okay. dus wij hebben ook met Lisbeth en met Robert hebben wij een afspraak gemaakt. Ook van wat gaan jullie doen in de oppositie? He, van wat kunnen we van jullie verwachten? Dus die gesprekken zijn er ook. En dat we hebben nog niet dat wij zo dat we dan gaan fuseren. En bij ons leven er een aantal dingen wel dat we gaan peilen van nou, hoe staat iedereen erin? Ja. En hoe staan jullie ten opzichte van pro-Tiel bijvoorbeeld en sociaal Tiel erin om eens te kijken of dat wel samengevoegd kan worden? Nou, daar zijn wij serieus over aan denken. Maar dan zul je 2 of 3 partijen moeten hebben die elkaar liggen. En dat heeft ook met een verkiezingsprogramma te maken. Maar het heeft ook met een soort menselijke maat te maken. Hè? Want wij hebben in die 8 jaar dat wij nu dus in de raad zitten als Partij van de Burgers, hebben we dingen opgebouwd.
We hebben niet voor niks vier zetels. Dat klinkt misschien een klein beetje arrogant, maar ja, wij gaan geen naam veranderen. We willen best fuseren, maar dan wel met bepaalde ideeën die wij zelf gewoon als kernwaarde hebben. En die kernwaarden die willen wij absoluut willen wij die handhaven. En dat vinden wij ook ten opzichte van de burgers waar wij voor staan, vinden wij dat gewoon dat we daar recht aan toe doen. En ja, dat zijn voor ons de uitgangspunten om in ieder geval wel de gesprekken aan te gaan. En sommigen die zeggen van nou ja, wij hebben te veel een eigen identiteit en wij voelen daar niet voor. Dat vinden we dan jammer. Ik ben er wel voorstander van om toch proberen de plaatselijke partijen om daar misschien één partij van te maken. Goed, tijd zal het leren. Ja. Tot slot, weer even terugkomend op die grote bom die gevallen is op politiek Tiel, als het gaat om die tekorten op die transitie. Doe eens een voorspelling. Ja, ik zou dat echt niet. Nou, ik hoop dat het toch ingegrepen gaat worden vanuit Den Haag. Ik zeg, want anders zie ik het echt niet mogelijk. Anders zitten wij hier jarenlang met een bezuinigingsopgave die bijna niet te doen is. Want dat is één. En het tweede is, en dat vind ik ook heel erg belangrijk, hoe gaan wij dit managen? Ja. Want dat er volgend jaar weer niet die tekorten zijn. Nou, wat me opvalt is dat je nog redelijk lief bent voor de verantwoordelijken. Nou ja, ik denk dat het die mensen ook overvallen is. Dus je kunt wel nu. Ja, u wil mij dat ik daar conclusies aan verbind. Maar ik weet daar niet alle ins en outs van. En hebben wij een zogenaamde parlementaire enquêtecommissie. En dan moeten wij daarover nadenken wat wij daarmee gaan doen. Zo hoort het ook in het politieke veld eigenlijk. Dus het is nog te vroeg om te zeggen van mensen, hartstikke leuk. U bent eigenlijk iets te vroeg. Ja, ja. U piekt te vroeg. U piekt te vroeg, ja. Ja. Oké. We houden de vinger aan de pols, zullen we dat afspreken? Oké. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Graag tot de volgende aflevering.